wat vindt u ervan dat Almelo van het aardgas af wil? Nou, ik ben daar niet zo blij mee. Aan mijn onkosten, hè? Ja, prima. Ja hoor. Ik denk dat het goed is voor het milieu, dus dat is goed. Dat is een goed idee. Yes. Ik bedoel, we moeten toch ervoor zorgen dat de aarde het wat makkelijker krijgt. Dat we... Ja, dat de belasting van de aarde vermindert. En dat is daar een stap in. En als u zelf aardgasvrij zou zijn, hoe kookt u en verwarmt u dan? Elektrisch. Wat denk je dat China nou aan het doen is in India dan? Denk je dat een hele kleine beetje wat wij nou gaan doen? Ja, en China die zit een beetje de steenkool juist te gebruiken. Dus u die, vindt... Die is tenminste een beetje kleffer. Hoe moet het dan volgens u? Rustig afbouwen. Alles wat nieuw is, zou je eventueel kunnen doen. Maar verder, alles zo laten. Oh, daar heb ik een hele mening over. Vertelt u? Ja, ik vind het onzin. Sorry, dat hele klimaatbeleid, dat slaat helemaal nergens op. Het kost gigantisch veel geld. En volgens mij gaat het 1000 miljard naartoe van de overheid. Nou, je ziet nou wat voor problemen dat oplevert. De gasprijzen die gaan nu stijgen. Elektriciteit zal straks ook wel weer stijgen, et cetera. Dus van mij hoeft het niet gasvrij te worden, nee. Ik denk dat het een beetje een utopie is. Ik denk dat we wel voor onze natuurbronnen moeten zorgen en dat daar zeker wel wat in zit. Maar Almelo aardgasvrij, hoe gaan ze het bekostigen, hoe gaan ze het bedenken? Mensen die in oudere woningen wonen, wie gaat dat betalen? De mensen zitten op dit moment denk ik al in bepaalde situaties dat het financieel af en toe best wel ingewikkeld is. Dus ja, daar zal een heel goed plan voor moeten komen. Kortom, maar, meer vragen volgens u? Veel meer vragen. Ik denk wel dat, wat ik al aangaf, onze natuurbronnen zijn gewoon heel belangrijk. Dus, maar we moeten ook weer niet afhankelijk worden van de bronnen vanuit het buitenland. Ik denk dat ik het aan de ene kant wel goed vind. Maar aan de andere kant is het wel weer heel duur voor sommige mensen en die kunnen dat niet betalen. Wat is het goede daaraan? Dat ze het niet kunnen betalen? Nee, dat Almelo aardgasvrij gaat worden. Ik denk dat er dan de CO2-uitstoting veel minder wordt ook. Dat denk ik. Nou, dat sommige mensen daardoor wel gewoon het niet kunnen betalen. En dan uiteindelijk gewoon uit huis worden gezet en op straat leven. Omdat zij per se moeten voldoen aan die eisen. Ja, dat moet niet. Vind ik. Ja, dat kan wel, maar wat kost dat? Het is nu al onbetaalbaar. Dus ik weet niet wat naartoe gaat. Maar volgens de deskundigen is het wel beter voor het milieu. Ja, ze praten allemaal over het milieu, maar dan moet die pijp mis naar beneden. He? Die prut waar allemaal de lucht in gaat. Maar ja goed, dan kunt u s'avonds uw aardappeltje niet koken. Nee, nou ja goed, ik zit niet in die materie, ik zie het wel aankomen. Er zijn natuurlijk ook wel dingen die wij als mensen minder kunnen. Maar ja, als de ene een dikke Mercedes heeft, dan wil de ander ook een dikke Mercedes. Kijk, en dat effect, dat moet je natuurlijk ook... Maar zo schiet het natuurlijk niet op. Als, als iedereen in een dure auto wil rijden... Maar dat schiet er ook niet mee op. Nee. Kijk, want als je dus nu wat ze nou willen, de CO2 dus ondergronds gaan opslaan. Maar ja, de CO2 die blijft dan. We blijven CO2 produceren. Maar dat houdt dus niet in... De productie van de CO2, die stopt daar niet mee. Nee, volgens mij valt het allemaal nog wel mee. Dus we moeten het allemaal zo laten zoals het is? Nou, we moeten gewoon allemaal een beetje goed oppassen met wat we doen. Maar om daar nou 1000 miljard tegenaan te gooien als landje, waarvan wij zo'n klein stukje op de aardbol zijn. Ik reis de hele wereld over. Ik ben overal geweest zo'n beetje. En als je ziet dat ze in Sri Lanka gewoon de auto... Sorry, het kaartje gaat vandoor. De autobanden op straat verbranden. En dat alles maar in de zee wordt gegooid, et cetera. Kijk, ik ben niet zo'n boomknuffelaar. Dat ben ik niet. Maar ik hou wel van de natuur. Ik race graag. Maar als ik zie wat daar dan allemaal gebeurt. En wat in Nederland gebeurt. Wat wij als klein landje willen oplossen. Nou, sorry, maar dat gaat gewoon niet lukken. Je zit nou wel met een inflatie. Dat moet je je voorstellen. En je gewoon normaal modaal inkomen, ga je van de aardgas af, nieuw aanrecht, wat dat gebeurt, want je moet een inductieplaat hebben of iets dergelijks, andere pannen. Dus dat moet iemand wel betalen. Het is toch belachelijk.
En dan hebben ze het over de consumptiemaatschappij. Ja. Van niks weggooien, jongens, probeer iets weer te gebruiken. Ja, zonnepanelen, aardwarmte. Ik heb wat luiken voor het raam. En als er dan als de zon schijnt, doe ik luiken open. En als de zon niet schijnt, doe ik hem dicht. Maar je vindt het een goede zaak? Ja, ja. We komen niet onderuit. Zullen we met elkaar moeten doen. Dus we zullen ook weer moeten zorgen voor onze eigen energie. Ja, zonne-energie, windenergie, dat soort dingen. Misschien kernenergie, maar ja, daar ben ik ook niet zo'n voorstander van. Dus eigenlijk absoluut niet. Maar als iedereen aan de zonne- en de windenergie gaat, hoe gaan we dat doen? Want als ik door het land rijd, dan zie ik soms ook wel van die parken, van die zonneparken. En denk, ja, daar wordt het ook niet helemaal mooier op. En als ik bij mij door de straat rijd en er zit een beetje een karakteristiek idee achter de straat. En iedereen plaatst maar zonnepanelen op het dak. Ja, het is wel mooi, maar... Ja, maar het komt dan wel allemaal extra kosten, hè? Inderdaad. Ja. Nou, we moeten het maar afwachten.